beruchte Limburgs kwartiertje hebben we inmiddels achter ons. Oh, echt waar? En ik, er moet nog wat koffiedaken uitgeserveerd worden, maar dan kunnen we toch alvast met de introductie beginnen. Welkom dan in ieder geval allemaal voor de belangstelling die vanavond voor dit onderwerp is. Het is ook altijd deugd om te zien dat lukt, zeker als we een gastspreker hebben die van wat verder weg komt, dat die niet voor anderhalve man en overige belangstellenden nog hier zit. Maar nou, kan ook heel erg leuk zijn. Over. Als ze erg geïnteresseerd zijn, is het geen punt. Ja, ik zat even te zoeken van hoe ik dat moest zeggen. Ook welkom aan onze Duitse collega's uit Aken die vanavond hier zijn. Ik heb Peter Staven, dat is de spreker van vanavond, geïnformeerd dat we een aantal Duitsers hier hebben die redelijk Nederlands kunnen volgen. Nou, of dat find hurt meet wordt, misschien dat er nog een pas komt. Maar in ieder geval, Peter heeft wel aangegeven dat zijn Duits niet al te best is. Nee, laten we niet proberen. Dus wat we nodig zijn, dat zal misschien wat vertaald moeten worden. Ja. Zoals gebruikelijk voor jullie, maar voor Peter dan eventjes de toelichting. Normaal gesproken stuur ik de uitnodiging rond en dan komt er een stukje verhaal bij van wat het onderwerp is en wat de spreker wordt. Nou, in dit geval is aangekondigd dat het over nummerstations gaat. Alleen de naam Peter Staal, die zei mij zogal niks. En wat ik van vaker doe met mensen die een lezing komen houden, is dan eventjes googlen van wat kom je dan allemaal tegen als je de naam intypt. Nou, behalve het feit dat Peter deze lezing heeft gegeven en de achtergrond die hij daarbij prijs heeft gegeven, dat hij in IT security werkzaam is en bij andere intelligence zaken zijn warme belangstelling hebben, met data recovery bezig is, vond ik voor jou bijna niks terug. Oh, heel goed. Dus het kan zijn dat een bewuste keuze is om niks op Facebook te zetten en dat soort. Klopt, zaken. Klopt. Ja, op LinkedIn wel. Oké, nou, dat is ook de enige plek waar ik zo ongeveer wel wat gereden. Oh, heel goed. Ja, dan doe ik mijn werk goed. Maar dat past misschien ook in het. In het onderwerp, hè? In het onderwerp. Ja. Wat is er nou allemaal over iemand te vinden? Wat kan je horen? Wat kan je lezen? Ja. En het hele verhaal daarachter, daar is min of meer de introductie van. Er is een hele geheimzinnige wereld waar we misschien wel of niet wat van mee hebben gekregen. Maar waarschijnlijk gaat Peter daar ons het nodige over vertellen. Je hebt gisteren telefonisch aangegeven dat je voor het houden van de lezing het liefste zou hebben dat de vragen zoveel mogelijk achteraf, komen. Dat is voor het verloop van het verhaal het makkelijkste. Kijk, zat ook. Ik had het al in verwerkt, maar je bent me nu voor. Ja. Dus bij deze, de vloer is voor jou. Ja, dankjewel Tom. Welkom. Ook dank dat ik hier eigenlijk überhaupt mag zijn. Ik ga het vandaag hebben met jullie over nummerstations. Dit is een beetje de agenda voor vanavond. Laat ik eerst even beginnen met mezelf wat beter voor te stellen. Peter Staal. Ik ben een beetje in goed en vreemd gezelschap. Vreemd gezelschap, want ik ben zelf geen zendamateur. Ik heb ook geen licentie. Ik zend dus ook niet uit, even voor de goede orde. Moet ik wel eens een beetje goed duidelijk maken. Maar goed gezelschap. Radioamateurs. Ik heel vaak, als ik over dit soort zaken wil gaan spreken, en het zijn mensen die geen technische achtergrond hebben, dan is de eerste reactie, dat klinkt erg technisch. Dat zal wel heel erg eng zijn. En dat valt best wel mee. Want er zijn er zoveel over te vertellen. Techniek is eigenlijk maar een onderdeel van dat verhaal. Dus ik doe iets met data recovery. Ik heb overigens wel een link met radiocommunicatie. Ik ben ooit, zoals sommigen misschien ook ooit zijn begonnen met het radioamateur leven. Ooit begonnen met 27MC. En heb ook via die weg mijn eerste vriendin gevonden. En dan denk ik tegenwoordig bij mezelf van, probeer dat maar eens tegenwoordig via Facebook of Twitter te regelen. Hè? Een eerste vriendin. Dat lijkt me denk ik een stuk lastiger, al die kale, platte tekst.
Inderdaad, met mij in mijn werkzaam leven hou ik me bezig met datavernietiging en data recovery. Vooral dan ook onderzoek daaromtrend, want er zijn heel veel dingen onbekend. Ook voor wat betreft bij systeembeheerders, netwerkbeheerders, hoor ik vaak soms de meest wilde dingen. En dit is dan zo'n mooi voorbeeld ervan. Iemand die wil dan data kwijt en neemt dan de meest extreme actie daarvoor. En, maar goed, dus dat is mijn werk. Dan heb ik daarna, ja, dan heb ik daarnaast ook nog wat anders. Dat is uiteraard dan dit. Dit onderzoeksgebied eigenlijk waar ik me mee bezig hou. En dat brengt me eigenlijk zo'n beetje op meerdere plekken. Niet alleen maar in Nederland, want dat is veel te beperkt. En ik ben op dit moment voornamelijk bezig met dit land, Tsjechië. Maar daar kom ik later nog verder op terug. Dus ik geef lezingen. Die zijn verder terug te vinden op SlideShare. Dat zijn alle dia's. Dus als je nog verder nog dingen wilt terugbekijken, staat het gewoon over een paar dagen gewoon op internet. En op YouTube. Achterin staat een videocamera. Dus alles wordt ook opgenomen. Goed. Ja. Nummerstations. Ik denk dat iedereen zo in deze zaal er wel eens iets over heeft meegekregen, of in ieder geval op zijn minst het wel eens heeft gehoord. Het onderwerp van vanavond gaat eigenlijk over mensen en die activiteiten rond die mensen. En die mensen die hebben een werkzaam leven, die staan bekend, die leven onder een bepaalde naam, maar die naam hoeft niet noodzakelijkerwijs een echte naam te zijn. Dat kan ook een fingeerde naam zijn. En het werk wat ze doen in die plek of in die regio of in dat land, hoeft niet daadwerkelijk dat echte werk te zijn waarvoor ze daar zijn. En als die mensen hun werk goed doen, dan vallen ze niet op en dan worden ze niet in de smiezen genomen. En anders wel, en dan worden ze, zoals u hier ziet, object van een inlichtingonderzoek of een contra-inlichtingonderzoek om precies te zijn. En als je kijkt naar het kentekenbord, dan weet je een beetje wat de aard is van de persoon waar men nu naar kijkt. Hè, en dus dit zijn allemaal mensen van, even mijn muiswijzer een beetje netjes wegwerken. Dit zijn dus mensen die allemaal in de gaten werden gehouden. En later ook werden vervolgd door orgaans. Dit is trouwens van de Tsjechische inlichtingendienst. En dan ziet u dus dat dat best wel ver kan gaan voor wat betreft observaties van natuurlijke personen. Laten we meteen de diepte induiken en meteen even bespreken hoe dat dan werkt met nummerstations. Hè? Want heel vaak hoor je daar de meest vreemde en wilde dingen over... romannetjes die gebruikt worden, boeken die gebruikt worden en alle cijfers die erin hoort zijn dan verwijzingen naar bladzijdes, alinea's en naar bijbelvers heb ik wel eens gehoord. En niets is eigenlijk minder waar. Dat is in ieder geval niet in de context voor dit onderwerp. Je hebt dan dingen nodig. En wat heb je dan eigenlijk nodig om hiermee echt te kunnen werken? Een radioontvanger met korte golfbereik, een radioplan, codemateriaal, daar kom ik later allemaal nog even verder op terug, en een tabel voor encodering en decodering. Dus een tabel die twee wegen opwerkt. Dus nummerstations zijn bedoeld voor mensen die dingen doen in een land waar ze niet horen te zijn, of waar ze bepaalde activiteiten hebben die ze niet zouden mogen ontplooien. Onwetmatige activiteiten wat dat betreft. En die mensen die luisteren dan. En die luisteren op een voor ons ogenschijnlijk willekeurig moment. Op een willekeurige dag. En warempel. De ruis verandert in stilte. En opeens hoor je een stem. En die stem die dreunt dan. Een vrouwenstem of een mannenstem die dreunt dan allemaal cijfers op. En ik denk, wat een raar figuur is dit. En als je dan lang genoeg luistert, dan kom je er eigenlijk achter van, hé, dit is eigenlijk geen persoon. Dit is een machine. Want dit is te monotoon.
Dit is te consistent. Dit is geen live uitzending van een persoon. Goed. Nou, radio ontvangen uiteraard met korte golfbereik. Heel erg belangrijk. Anders kun je überhaupt niet eens iets horen. Dan een radioplan, een uitzendschema. Want je moet wel weten wanneer je moet luisteren. En op wat voor tijdstip. En of misschien zelfs ook nog je boodschap wordt herhaald. Ja, sommige boodschappen worden 1 keer of 2 keer per week herhaald. En hier zien wij een uitzendschema, hier een vergroting. Hier zien we heel mooi de dagen van november. En hier zien wij de tweede kolom van links, de tijden. En hier zie je ook heel erg mooi weer aan, hè, 1 uur 42, 14:42, 18 over 12. Het is allemaal heel willekeurig. Er zit helemaal geen patroon in. Maar alleen je weet dus wel wanneer je moet luisteren als je dit papiertje hebt. En dit is dus bedoeld voor de agent of de spion in het veld, zeg maar. Hiernaast zien we gekleurde kolommetjes, groen en rood. En die zijn bedoeld voor de benoeming van de kristalletjes. Daar kom ik later nog even op terug. De bedoeling eigenlijk van dit hele proces, van het hele verhaal wat ik nu ga vertellen, is om het zo veilig en zo simpel mogelijk een boodschap over te brengen aan de persoon voor wie het bedoeld is, voor wie de boodschap bedoeld is. De persoon in kwestie is vaak niet technisch. Dus jullie vinden het misschien heel erg prachtig en leuk om met soldeerbout en met chips in de weer te gaan. De mensen voor wie het bedoeld is, die hebben vaak geen enkele vorm van technische kennis. Ik wil niet meteen zeggen, ze doen het erbij. Maar het is niet waarmee ze ooit zijn begonnen in hun werkzaam leven doorgaans. En die benoemingen die slaan dan vaak weer op frequenties. Dus we hebben een tijd, we hebben een dag, we hebben een moment op die dag. En we hebben ook nog een kristalset of een kristalletje die we in onze ontvanger kunnen plaatsen om dan op de juiste frequentie afgestemd te zijn. Hier zien we nog zo'n zendschema, maar dan van de maand september. Ik hoorde net iemand zeggen van ja, dat is typisch iets van de Koude Oorlog, nummerstations. En dat grotendeels klopt dat, maar het principe eigenlijk van radioberichten gebruiken om voor inlichtingen of voor sabotagedoeleinden berichten over te zenden via de radio. Dat is iets wat eigenlijk al wat langer gebeurt. En hier zien we een heel mooi voorbeeld daarvan vanuit de Tweede Wereldoorlog van de Office of Strategic Services. Dat is dus van voor de Koude Oorlog, 1942-45, operatie Lepidus. En dat speelde zich af in Oostenrijk. En ook hier zien we dan weer frequenties en dagen en tijden waarop dus bepaalde frequenties worden gebruikt. En dit werd dan gebruikt door mensen die getraind waren binnen de OSS. Dat is de voorloper voor de mensen die de OSS niet kennen. De OSS is de voorloper van de CIA. Dus voor de CIA is van 1947. Dit is allemaal nog van daarvoor. Dus hier zien we iets soortgelijks. Ik kan niet zeggen wat de inhoud was hiervan. Maar dit lijkt eigenlijk al verdacht veel op hetgeen wat we nu verder in de lezing gaan bespreken. Over die nummerstations. Oké. Dus, je hebt je ontvanger. En je weet op welke frequentie je moet afstemmen. En je weet ook nog hoe laat. En dan heb je hebt geluisterd. Misschien hebben jullie wel eens geluisterd. Dan hebben jullie dat ook wel eens opgeschreven op papier. En dan krijg je iets waar je helemaal niks mee kan. Je krijgt alleen maar een volstrekt willekeurige cijferbrei. En de vraag is dan natuurlijk, wat betekent dat? Want daar zit natuurlijk ergens die boodschap in verwerkt. En de vraag is dan natuurlijk, hoe haal je de boodschap uit deze ogenschijnlijk willekeurig ogende cijferreeks?
En dan komen we op het volgende gedeelte uit. En dat is het codemateriaal. Het codemateriaal wat hier wordt gebruikt is doorgaans, dat zijn doorgaans one-time pads. En one-time pads, de naam geeft deels eigenlijk al weg. Het is codemateriaal wat je maar één keer dient te gebruiken. Per bericht één bladzij. Of in ieder geval, normaal is het per bladzijde één bericht. Het kan ook zijn in ieder geval, dat is in ieder geval het belangrijkste. Hetgeen wat je gebruikt hebt, gebruik je niet nog een keer. En dit is in ieder geval waar het gedeelte one time dus op slaat. Hier zien we het ook heel mooi. Dit is redelijk een ouderwetse one-time pad. Hier zie je ook heel mooi de scheur, het scheurgedeelte. En in de loop der jaren, in de loop van de Koude Oorlog, werd die techniek ook steeds beter om dingen kleiner te maken. Hier zien we overigens een mooie combinatie van een one-time pad, niet heel erg scherp, en een tabel, waar ik later nog even op terug ga komen. Dus dat is als één boekwerkje wat dan wordt overhandigd, of in ieder geval wordt afgeleverd. U kunt het niet lezen, dat is goed, want het is ook hartstikke klein. En dit is een handleiding met wat voorbeelden voor de desbetreffende spion, waarin wordt uitgelegd hoe hij hiermee om moet gaan. Dus het is echt letterlijk een do-it-zelf. Het is vaak een do-it-zelf pakketje van je hebt je radio, je hebt je ons codemateriaal en vanaf 2 weken of over 3 weken gaan wij berichten zenden. Dus het is in de loop der tijd, werden die dingen steeds kleiner. In het begin zagen we net echt een boekwerkje. Hier kun je heel moeilijk eigenlijk aanzien hoe klein het wel niet is. Maar hier kun je het wel heel mooi aanzien. Het paperclipje. Hè? Dat geeft heel mooi de verhouding weer van hoe klein het eigenlijk wel niet is. En dat komt ook omdat de techniek steeds beter en beter werd om dingen steeds kleiner en steeds gedetailleerder te kunnen printen. Dat was in het begin van de Koude Oorlog heel erg lastig. Een ander voorbeeld van Oost-Duitse makelij. Dit is in een diaframe geplaatst. En ik heb hem maar even erbij gehaald. Want ook dat geeft je even mooi aan hoe klein het dan wel is. Het is allemaal niet heel erg groot. Nog kleiner. Zelfde diaframe of zelfde soort diaframe. Maar nog gedetailleerder. Wat uitvergroot. En je ziet hier ook heel mooi de papiervezels. En het geeft dan even heel aan hoe klein het wel is. En heel erg scherp ook nog steeds. Oké. Dus we hebben dan weer die bovenste rij, dat is hetgeen wat we hebben genoteerd, dat is wat we hebben ontvangen. En wat dan de bedoeling is, is dat we dan daar iets mee gaan doen met ons OTP-materiaal. Zo moet je het eigenlijk noemen. Dus het one-time pad materiaal. Even terug te gaan. Dan zou je letterlijk hetgeen wat je hebt ontvangen, zou je letterlijk hierboven moeten gaan schrijven of hieronder. Hangt er even vanaf wat je ermee behoort te doen. En dat verschilt per inlichtingendienst. In dit voorbeeld gaan we dingen optellen. Het kan ook zijn dat je dingen moet aftrekken. Het kan ook zijn dat je soms dingen 2 keer moet optellen. Of dingen 2 keer moet aftrekken. Hier zijn in het verleden wel eens fouten meegemaakt. En aan de hand van die fouten zijn dan weer berichten, of konden berichten alsnog worden gedecodeerd door andere inlichtingendiensten, die uiteraard ook meeluisteren. Want u bent niet de enige, hè? Die luisteren ook mee. In dit voorbeeld komt het er simpelweg op neer dat wij het bovenste met het onderste moeten optellen om dan onderin een resultaat te krijgen. En nou, 6 plus 1 is 7, dat is duidelijk. Maar 8 plus 8 zou je zeggen, dit wordt 16, maar dat is 6. En in dit geval vervalt de tweede cijfer. Dus 17 wordt 7, 18 wordt 8. En op die manier kun je heel makkelijk simpel rekenen. Als je kan optellen, dan kun je hiermee overweg. En dat is ook weer iets. Nou, daar kom ik ga niet op de boel vooruit lopen, daar kom ik later nog even op terug. Oké, dus we hebben dingen opgeteld.
En dan komen we hierop uit. Dat noemen we dan onze clear text. Dus dit is hier ergens zat dan echt het bericht in. Maar dan nog steeds hebben we allemaal cijfers. Dus hoe maken we nou van cijfers dan weer woorden of letters wat dat betreft? Wat ik al aangaf, optellen of aftrekken. Hè, dat is heel erg arbitrair en ook heel erg afhankelijk van de desbetreffende inlichtingendienst. Dus we hebben het uiteindelijk opgeteld en daar is dan iets uitgekomen. En dan moeten we daar ook weer iets mee gaan doen. En dan komen we uit op ons volgende onderdeel. En dat is de tabel voor encodering en decodering. Of conversietabel. Het hangt er een beetje vanaf welke literatuur je leest, van welke inlichtingendienst. De een praat over een conversietabel, de ander praat over een encodering en decoderingstabel. Hetzelfde plaatje als van een paar dia's terug, maar iets beter, van het Cryptomuseum, voor degenen die het niet kennen. En zo ziet zo'n tabel eruit, maar dit is één versie van een tabel, er zijn er meerdere soorten van. Deze is, als ik me niet vergis, Duits. Het lijkt heel erg, het is Duits. En oud, hele oude tapier tabel, om even de naam te laten vallen. Hier een soort gelijke. En hier ziet u ook al meteen terug dat het niet alleen letters zijn, maar ook soms woorden. Dus dingen om, en dat wordt gedaan als je heel vaak bepaalde onderdelen elke keer wil meesturen, bijvoorbeeld over een persoon. Dan wil je niet elke keer het woord persoon uitgetikt hebben, maar dan wil je het eigenlijk zo verkort mogelijk hebben tot één karakter. In dit geval dan bijvoorbeeld bericht of telegram. He, dat is veel makkelijker. Want om er even terug te komen op dat hoofdthema. Dit is allemaal bedoeld om het zo veilig mogelijk te houden eigenlijk voor de ontvanger. Om niet gesnapt te worden door een contra-inlichtingenorganisatie. He, dus je hebt een inlichtingenorganisatie die ontplooit doorgaans allemaal offensieve activiteiten. Wij willen informatie hierover. Speel informatie over nucleair onderzoek of over hoogtechnologische ontwikkelingen. Speel dat naar ons door. En dan heb je daar tegenover. In die strijd heb je dan weer een contra-inlichtingenorganisatie. Die er dan weer voor zorgt van, hey, wie lekt hier? Er gaat allemaal informatie, gaat alle kanten op. En wie doet dat dan? En hoe komen wij erachter? Wat je dus wilt, is dat die uitzendingen zo kort mogelijk zijn. Dus die berichten moeten ook zo kort mogelijk zijn. En daar is dit allemaal een onderdeel van. Dingen die heel vaak worden gecommuniceerd, dat allemaal zo kort mogelijk hoeft te gebeuren. In plaats van 5 karakters, hoef je dat maar allemaal 1 karakter over te sturen. Nog een voorbeeld. Maar dan gaan we weer terug. Want dan hebben we dus nog steeds diezelfde cijferbrei die we hebben opgeteld. En dan is de vraag van, oké, we hebben dan die cijferbrei, maar hoe komen we dan uiteindelijk dan aan woorden en zinnen? Of, waar het dan vaak op slaat, instructies. Want het is vaak een manier om instructies door te geven van, leg contact met die persoon. Vermijd woensdag. Stel, je moet bijvoorbeeld met de trein of met het vliegtuig ergens naartoe. Dat een buitenlandse inlichtingenorganisatie dan zegt van, oh, by the way, vermijd woensdag. Want dan speelt er iets, of dan zijn ze misschien extra gevoelig, of dan speelt er in ieder geval iets. Wat bijvoorbeeld ook wel eens wordt gecommuniceerd zijn verjaardagsgroeten of andere persoonlijke boodschappen. Want de mensen die in het buitenland werken, voor wie die boodschappen bedoeld zijn, die hebben soms ook gewoon een familie in hun eigen moederland. En het is soms best wel prettig om te weten van hoe dat dan met die familie daar aan toe gaat. Want die mag geen rechtstreeks contact hebben uiteraard. Een telefoontje plegen is uiteraard dan, daar is gewoon geen sprake van. Oké, dus we hebben het opgeteld. We hebben dan nog steeds weer diezelfde cijferbrei. En dan is de vraag, hoe maken we van onze opgetelde cijferbrei dan begrijpbare tekst? En wat er dan bijvoorbeeld te doen is, dan simpelweg
voor elk dingetje wat we dan tegenkomen, het tabel naslaan. En wat we ook heel erg zien, wat heel erg duidelijk wordt, is dat we twee soorten rijen eigenlijk hebben. We hebben een rij met karakters van twee, die bestaan uit twee cijfers, of uit één cijfer. En als dingen beginnen bijvoorbeeld in dit geval met 7, dan zie je dat er nooit één karakter is met 1-7. Het is altijd of 7-0 tot en met 7-9, bij wijze van spreken. Dat is puur om verwarring te voorkomen. Dus in dit geval hebben we dan nummer 2, dat is dan één keer één cijfer. En op die manier de L, 7-9, en dan de F, en dan hebben we weer een 1, en dan hebben we één woord. Ik moest het in het Duits doen, want het is een Duitse tabel. Het is een beetje raar om een Engels woord te gaan vertalen. Dat is een beetje raar. Op die manier komen we dus tot begrijpbare woorden waar we dan iets mee kunnen. En u ziet ook dat hier is die onderbreking, maar hier is eigenlijk het hele woord. En het zou je ongetwijfeld ook wel eens heel vaak zijn opgevallen, dat het allemaal wordt uitgezonden in blokjes van 5. Hoge uitzondering in blokjes van 4. Het beste waar je dat het mee kan vergelijken is hoe je een telefoonnummer doorgeeft. Dat doe je ook, of hoe je een telefoonnummer opschrijft. Vaak ook in blokjes van 3 of in blokjes van 4. Dit zijn dingen die je makkelijk kan onthouden. Een blokje van 5 en dan wordt het uitgezonden en dan wordt het weer even herhaald. En dan gaan we naar het volgende blokje van 5. En dan wordt het weer herhaald. En dan gaan we weer naar het volgende blokje. En dat is op die manier zo vormgegeven dat je het makkelijk kan overschrijven. Want als je dit achter elkaar één keer doet en je maakt één foutje, dan kun je dus één woord wellicht al niet meer niet helemaal goed vertalen. En dat is wat je niet wil. Je wilt dat je bericht ook veilig, zo veilig mogelijk overkomt. Dus doorgaans wordt elke groep van 5 één keer herhaald. Dat is ook wat u ook hoort over de radio. Hè? Normaal wordt elke groep gewoon minstens één keer even herhaald. Maar dit is dus dat je dus van de cijferbrei een vertaling kan maken naar een begrijpbaar woord of naar letters en karakters. Nou heb ik ook wel eens een lezing gegeven voor studenten. Het zijn allemaal doorgaans hele jonge mensen en fulltime studenten. En ook elders, op andere locaties, hoor ik dan heel vaak van jongeren. Maar waarom worden nummerstations dan nog steeds gebruikt? Je hebt toch Facebook? Je hebt toch internet? Je hebt een mobiel? Dat is toch hartstikke prachtig, dat is toch hartstikke mooi, dat werkt. Ik kan altijd op internet komen. Hartstikke goed hoor. Kan ook nog veilig misschien, heel misschien. Maar waarom wordt het dan nog steeds gebruikt? Het is hartstikke oud. Mijn opa heeft een korte golfontvanger, maar ik heb geen korte golfontvanger. Ik heb een laptop, ik heb een tablet, maar ik heb geen korte golfontvanger. Waarom wordt dit dan nog steeds gebruikt? Dat is dan een hele belangrijke vraag, die ook heel erg relevant is. Dit is bijna, je zou haast kunnen zeggen dat deze lezing een soort handleiding, CQ verkooppraatje is voor nummerstations. Dat is het zeker niet. Maar het is wel een heel mooi, prachtig onderwerp. En er zitten ook een heleboel mooie kanten aan waarom het nog steeds gebruikt wordt. En waarom het steeds wordt ingezet. En zeker ten opzichte van al die andere technologie die je tegenwoordig hebt. Want heel vaak eigenlijk dan de vraag van waarom dan geen satelliettelefoon? Heb je overal bereik? Of een mobiele telefoon? Ik heb er ook een. U ook. Nou, goed toch? Beveiligde internetverbinding. Hartstikke veilig. U doet iets aan internetbankieren. Internetbankieren is ook een soort van beveiligde internetverbinding. Nou, zou je dat dan niet kunnen gebruiken? Of andere moderne middelen. Zoals je dat normaal tegenkomt in James Bond films. Een hoog Q-gehalte. Of een andere datamodus. Nou, waarom geen internetverbinding? Ik weet niet of u dat wel eens heeft meegekregen, maar er willen nog wel eens wat strubbelingen voorkomen in het Midden-Oosten. Ik weet niet of u het wel eens ooit heeft meegekregen. Als u langer dan een jaar hier rondloopt, waarschijnlijk wel. Iran, ook een prachtvoorbeeld van waarom je nou geen internetverbinding moet gebruiken. Je kan het uitschakelen. Om het beter te zeggen,
Het is een netwerk en het is niet jouw netwerk. Het is andermans netwerk. Ik betaal ervoor. En het werkt ook 99,9% van de tijd. Maar normaliter werkt het. En dan denk je ook, dan ben je helemaal... Dan verlies je haast uit het oog dat het ook niet kan werken. En dat het afhankelijk is van iemand anders. En dat iemand daar een schakelaartje kan overhalen. En zegt, ja, dan werkt het niet meer. Maar nou, als je er niet tegenaan loopt, dan denk je van, ja, waarom ook niet? Dit is een heel mooi voorbeeld. De internetverbinding van Iran naar het buitenland komt binnen op één punt. Als je dat ene punt gewoon uitschakelt, of als je daar iets anders mee doet, veranderingen aanbrengt. Ja, dan heb je dus gewoon geen internetverbinding meer. En datzelfde geldt ook voor de Arabische lente. Want ja, een beetje dictator doet toch iets met zijn communicatie, zou ik tegenwoordig zeggen. Hè? Dus u ziet hier een mooi grafiekje in januari. En ja, dat grafiek, nou, dit grafiekje gaat overigens door, maar het internetverbinding, het internetverkeer houdt gewoon op. Hè? Dus hier heel klein beetje verkeer. Het zal misschien van overheidswegen zijn of iets dergelijks. Maar dat is dus wel iets wat je dus hebt met een internetverbinding. Het is een netwerk wat niet van jou is. Nou, hier hetzelfde. En hetzelfde geldt dan ook voor mobiele telefoons. Maar ja, dat is ook gewoon een netwerk. Maar dat is een mobiel netwerk, een draadloos mobiel netwerk. Ja, mensen zeuren, we willen internet. Ja, met iets wat lijkt op een iPhone. Maar ja, het is niet van jou. En het andere probleem is ook dat het een netwerk is. En een, of om het preciezer te zeggen, het is een pakketgeoriënteerd netwerk. Kijk, dit is een term die ik bij jullie kan laten vallen zonder dat iemand meteen schrikt. En zegt, oeh, dat vind ik een eng woord, wat is dat? Als ik een verbinding maak of als ik contact leg met een website, dan moet de persoon aan wie ik betaal, mijn internetprovider of mijn mobiele provider, moet dan wel weten met wie hij dan verbinding moet leggen. Het facturatiesysteem hangt er ook helemaal vast. Van ja, met wie maak je dan verbinding? Daar hangt een tarief aan. Hoe lang praat je daar dan mee? Dus dat soort netwerken houden, afgezien van internetproviders, maar mobiele telefoonproviders, die houden heel erg bij met wie maakt met wie verbinding. Hoe laat en hoe lang. En dat kun je dus ook weer terugvinden, want dat is gewoon informatie. Dus dat zijn allemaal databases, kun je gewoon inzien, kun je gewoon doorzoeken. Dat wordt ook wel eens gedaan door veiligheidsdiensten. Van, goh, bent u daar geweest? Nou, dan gaan we eens even kijken of uw telefoon dan ook in die regio was voorgekomen. Ten tijde van een moord, om er even een zijstap te maken. En dat wordt hier dan ook gebruikt in het buitenland. Tegen vermeende Israëlische spionnen. Ik zeg vermeend. Maar dat kun je allemaal terugzoeken. Staat hier ook bij. Het onderzoeken van mobiele telefoondata voor afwijkingen. Bepaalde mensen wonen in een bepaald gebied. En soms zie je opeens andere nummers. Of andere EMI-nummers opeens voorbij komen. Hé, dat is apart. Wie zijn dat? Oh, die komen niet elke dag, maar komen wel minstens één keer per maand voor. Dus dan wordt het opeens heel interessant. Van wie zijn dat dan? Kun je allemaal terugvinden. En een ander punt is ook, dit is een heel goed boek wat ik straks kan aanraden, Seduced by Secrets. Het gaat over de Stasi voornamelijk, maar hartstikke interessant. En het is dat als je gepakt wordt met hele exotische technologie, nou, dan ben je ten eerste het haasje, want je hebt iets heel exotisch in handen, waarvan een overheid zich dan meteen gaat afvragen, wat doet hij hier dan wel niet mee? Dat is op zich heel... Een vraag die meteen gesteld wordt. En het wordt als bewijsmateriaal gevoerd. Want als je wordt doorgaans als een spion wordt opgepakt, is dat vaak al nadat al een heel lang onderzoek al loopt. 10 jaar, 5 jaar of een jaar. En dan is dit nog maar een extra bewijslast. En rechters en juryleden zijn gek op dit soort bewijslasten. Want dan word je met iets exotisch aangetroffen en je was al verdacht. En dan allemaal andere dingen die je ook al doet. Je hebt allemaal rare betalingen op je bankrekening van 10.000 of 3.000 euro per maand. Die niet van jouw werkgever komen. Allemaal interessante dingen. En het wordt ook gebruikt voor educatief doeleinden. Want je kan opeens iets leren van andermans
technologische stand van zaken van een bepaald land. Dat zie je bijvoorbeeld heel erg, ik weet niet of u dat las een paar maanden geleden, dat Iran loopt te paraderen met een neergehaald onbemand vliegtuigje van Amerikaans makelaar. En dan zeggen ze, kijk wat wij hiervan hebben. En dan is de eerste vraag die werd gesteld, kunnen Iraniërs hier iets van leren? Dat is heel belangrijk als het gaat om dat soort inlichtingenactiviteiten. Ja, ja. Nou, en dan zult u misschien zeggen, ja, oké, nou, ik begrijp het. Het is allemaal andermans netwerk. Maar ja, wij gebruiken PSK 31, wij gebruiken RTTY, hartstikke leuk, morsen. Maar vroeger, en dit is een beetje zoals met banken, we deden het vroeger ook zo, dus nu doen we het ook gewoon zo. Hè? En zo werkt dat ook heel erg met dit soort activiteiten, ook omdat het ook gewoon goed werkt. En vroeger waren RTTY-machines, teletype-machines, die waren gewoon groot. Ja, dat waren gewoon veredelde tikmachines met een beetje elektronica erachter. En die dingen gaan kapot. En die dingen vergen onderhoud. En zoals ik net al tegen u zei, dit is allemaal bedoeld voor mensen zonder technische achtergrond. Dit is misschien iemand die werkt bij Defensie. Maar die weet niks van techniek af, maar die weet wel heel erg veel af van bestuurlijke aangelegenheden. Die heeft zit ergens hoog in de organisatie. Is misschien een manager of een directielid of iets dergelijks. In ieder geval misschien een hoofd van een staf. Hè, maar het is totaal atechnisch. RTTY wordt daartegen wel heel vaak gebruikt op ambassades overigens. Dus het is niet alsof het helemaal niet wordt gebruikt. Het wordt alleen niet gebruikt door de echte spionnen in het veld doorgaans. Ja, nogmaals, spionnen zijn doorgaans atechnisch. En daar moet je ook van uitgaan. Het moet allemaal simpel en snel en makkelijk werken en veilig. Afgezien van de tikfout die ik even net zag. Even niet, gewoon lekker negeren. Dit is er eentje van West-Duitse makelij. Want doorgaans hoef je dus iets niet met het gebruik van dit soort activiteiten voor nummerstations, om daarmee overweg te kunnen gaan, hoef je eigenlijk niet echt materiaal te smokkelen. Als we dat woord in de mond moeten nemen. Want je radio kun je ergens kopen. Die kun je vaak om de hoek bij wijze van spreken kopen. En je codemateriaal, die krijg je ergens niet afgeleverd. Het is niet alsof er iemand aanbelt. Zegt, hallo, uw codemateriaal voor vandaag is hier binnen. Maar het is dan vaak wel van, kijk even onder een brug. Of vanavond om 8 uur op dat in het bos, derde boom, zit er een raar dingetje en daar zit iets in verstopt. En zo werkt het inderdaad wel overigens. Maar in vooral Oost-Duitsland, dus want dit is van de West-Duitse, toen nog West-Duitse BND, nu is het gewoon voor heel Duitsland, kon je op heel veel plekken alleen maar middengolf en lange golf ontvangers krijgen. En dat probleem had je ook heel erg na 1961, met de bouw van de Berlijnse muur. En vooral daarna, toen de Berlijnse muur echt dicht werd. Dat het echt heel erg moeilijk werd om nog daar doorheen te komen. En vooral in die beginjaren was het voor sommigen heel erg lastig om aan een korte golfontvanger te kopen. Of in ieder geval om daaraan te komen. Nou, dan had je dus een convertertje. Omdat er alsnog, en dan kun je dan een beetje de frequentie afstellen. Of via het kristalletje. He, weer zo'n kristalletje, dat is lekker makkelijk. Je steekt een kristalletje erin. En je hoeft niet na te denken over welke frequentie het is. Op het uitzendschema staat bijvoorbeeld A. Dan hoef je alleen maar kristalletje A erin te doen. En A is dan misschien 5,117 megahertz of iets dergelijks. En dan hoef je helemaal niet over na te denken. Je steekt het er gewoon in en het werkt. Dus, de zender is weliswaar wel uit te peilen. Misschien niet makkelijk, hè, omdat het korte golf is. Het is en je hebt ook nog zoiets als propagatie, dus het is allemaal niet zo heel erg makkelijk. Maar het is wel te doen. Maar dat is niet het belangrijkste, want het belangrijkste is die ontvanger. Want dat is hetgeen waar het allemaal om draait. Dat is de persoon die jou informatie geeft, die al die lekkere, interessante documenten aanlevert. Of foto's wellicht van documenten. En die is met deze hele opzet, omdat die persoon alleen maar ontvangt en alleen maar luistert,
praktisch ontraceerbaar. Ik zeg praktisch. Britse contra-inlichtingen heeft een tijdje gebruik gemaakt van een techniek. En u zult het ongetwijfeld wel kennen. Als je een radio afstemt op een frequentie, dan straalt die heel klein beetje energie uit op een andere specifieke frequentie. En die specifieke frequentie is gecorreleerd aan de frequentie waar de radio is op afgestemd. Zo zeg ik het goed. Die straling kun je opvangen en daar kun je wat mee. En een lange tijd is dat gebruikt in Britse contra-inlichtingen. Wat gebeurt dat je wat je net liet zien? Die scheen ook die eigenschap te hebben. Ja. Om het uit te stralen? Ja, die stralen behoorlijk volgens wat ik gelezen heb. Als ik het, nou ja, dat ongetwijfeld. Want als ik het zo zie, lijkt me hier... Een heel eenvoudig dingetje. Het ziet er heel eenvoudig uit inderdaad. Hè. Als ik alleen al hier al naar kijk en het ziet er heel erg simpel. Het zal niet, totaal niet afgeschermd zijn inderdaad. Dus het werd gedaan. Ik weet niet of het nog meer wordt gedaan. Want ik weet wel dat destijds is men ermee gestopt. Het kostte heel veel geld en het was ontzettend storingsgevoelig. Want het is natuurlijk het is hele zwakke straling. Ja, het is niet alsof je over een watt of over zelfs milliwattjes misschien praat. Misschien maar microwattjes wellicht. En het is nogmaals heel makkelijk in gebruik. Hè. Je hebt doorgaans geen speciale apparatuur nodig. Een korte golfontvanger kun je zelf overal krijgen. En het materiaal, dat is hooguit wat papierwerk. Hè. Dus dat is allemaal niet zo heel erg veel. En training heb je eigenlijk amper nodig. Dan wat zaken uit het verleden en uit het heden. Ja, want dat is ook heel erg belangrijk. Misschien herkent u een paar namen. En als u ze herkent, dan hoop ik niet dat het bekende of kennissen van u zijn. Dat zou erg pijnlijk zijn. Een Nederlandse connectie in deze is de heer Vaclav Jelinek. Die bij mijn weten nog steeds leeft. En op mijn te-doen-lijstje staat. Want ik wil volgend jaar er weer op uit. En met mensen gaan praten. Waaronder deze meneer. Deze meneer heeft een boek geschreven. Deze meneer... Is Tsjechisch. Heeft een lange tijd in Groot-Brittannië gewoond. Met een Nederlandse schuilnaam. En hier ziet u nog een mooie... Ja, hij heeft een boekje geschreven. Český spion. De Tsjechische spion. Hier ziet u hem zonder bril. Dat is wel even anders. Hè? Dit is een hele bekende foto. Deze foto kom je echt overal tegen. Als je zijn naam googelt, kom je deze foto echt overal tegen. Dan heb je op deze foto, die is opeens wat minder makkelijk te herkennen. Ik weet niet of hij dat expres deed, hoor. Opeens zijn bril afgedaan. Het blijft een spion wellicht. Nou, en heel vaak krijg je dat van, maar zijn dat wel echt spionnen? Want hoe weet je dat nou zo zeker? Hoe weet je dat nou? Nou, de BVD zegt dat. Onze eigen inlichtingendienst. Onze eigen inlichtingendienst heeft... van zaken uit het verleden dingen openbaar gemaakt, waaronder heel veel van hun kwartaaloverzichten, van een periode die uiteraard niet meer relevant is voor nu en waarvan de inhoud ook niet meer spannend of gevoelig is. En in een van deze kwartaaloverzichten, die ik gewoon eens een keer doorlas, uit 1989, het vierde kwartaal, nou, gaan we gewoon eens lezen wat er dan in staat. Hè? Internationale politieke ontwikkelingen, de omwenteling in de DDR. Antidemocratische stroming, ja, daar had je er heel veel van. En de activiteiten van buitenlandse inlichtingen en veiligheidsdiensten. We hebben ook nog wat dingen over actiecomité Shell en over terrorisme, de RRF. Heel bekend destijds. Deed nog wel eens een keer wat. Maar hier staat dus, Oost-Europese spionage in veranderende politieke context... En wat voor ons heel relevant is, Erwin van Haarlem, een illegal, dat is dus een term die hier gebruikt wordt, dames en heren, een illegal van de Tsjechisch-Slowaakse inlichtingendienst. En een illegal, dat is een term die je ook elders in de media tegenkomt, of überhaupt eigenlijk in geschreven literatuur, dat is dus iemand die onder een gefingeerde identiteit in een ander land opereert. Mijn naam is hier uiteraard, zoals u weet, Peter Staal. Dat is mijn echte naam overigens. U hoeft er niet aan te twijfelen. Ja. Ik heb overigens een identiteitsbewijs. En ja, goed, maar ja, ook, ja, ja. Als we hierover gaan praten, is alles misschien mogelijk. Maar dan zou ik misschien in
in een ander land zou ik misschien George Howard heten. Hè? En dan doe ik me voor als George Howard met een eigen cv en een eigen educatieve achtergrond. En dan ga ik ergens werken en dan ga ik langzaam ergens omhoog klimmen in een organisatie wellicht. Dus Erwin van Haarlem. Wat interessant is aan deze zaak is, en dat zullen we later nog elders even tegenkomen, is dat meneer van Haarlem, zoals hij dus niet echt heet, ook een tijdje in de smiezen is gehouden, ook al een tijdje al is verdacht van het werken voor het Oostblok, voor inlichtingactiviteiten. En wat dan interessant is, wat verdacht is in ieder geval, is het volgende stukje. Dat is dat hij zakenreisjes had. En na die zakenreisjes beschikte hij over grote sommen geld. Die hij verdeelde over meerdere bankrekeningen. Nou, dat is heel apart. Ik doe dat niet elke dag, dus dat is heel interessant. Dit geld kon onmogelijk afkomstig zijn van zijn verdiensten. Want ja, als je weet wat iemand doet voor werk, dan kun je ongeveer een inschatting maken hoeveel zo iemand zou verdienen. Met natte vingerwerk weet ik nu al dat een serveerster bij de V&D minder verdient dan een directeur. Dat soort simpele dingen. En als je überhaupt dan een beetje wat meer weet over wat deze man dan precies deed en waar hij dan werkte, dan wordt het al steeds specifieker en specifieker over hoeveel deze man dan zou moeten verdienen. Maar dat is een hele rare discrepantie, want hij heeft veel meer geld op zijn bankrekening. En er komt ook elke maand meer en meer geld binnen. Waar komt dat geld dan vandaan, is dan de eerste vraag. Zakenreisjes, ja, zo noem ik dat ook wel eens als ik dan naar het buitenland ga, want dan kan ik het aftrekken. Ja, maar hij had zakenreisjes naar West-Duitsland, Oostenrijk of Zwitserland. Heel interessant. Soms zijn er dingen wit, dat zijn dingen die zijn weggelaten. Dat heb ik niet gedaan, u mag klagen bij onze Nederlandse inlichtingdienst, want die heeft dat dan gedaan, ik doe dat allemaal niet. En heel interessant, ja, want dan wordt hij geobserveerd en dan luistert men naar zo'n appartement, van wat gebeurt er allemaal in zo'n appartement dan? Dan wordt hij heel erg goed in de gaten gehouden. En elke zaterdagochtend luistert hij op een heel specifiek tijdstip, dat was blijkbaar dan een terugkomend tijdstip, wat blijkbaar elke week dan blijkbaar voorkwam, luisterde hij naar radiocodeberichten, werden uitgezonden vanuit Praag. Heel interessant, hè? Want ze praten hier niet over nummerstations, ze praten hier over radiocodebericht. Ander taalgebruik opeens, vanuit Praag. Scotland Yard, Special Branch. Special Branch is eigenlijk de tak die dan voornamelijk dit soort contra-inlichtingactiviteiten doet. Ja, want Scotland Yard is politie, dus die mag mensen oppakken. Een andere doorsnee inlichtingorganisatie mag in de meeste landen geen mensen oppakken. Mag alleen inlichtingen vergaren, mag ook heel erg ver daarin gaan. Mag ook iemands privacy ook schenden wellicht, als dat nodig is. Als dat nodig geacht wordt. Maar mensen oppakken is dan vaak niet onderdeel van die bevoegdheid. En het is heel interessant. In dit stukje, wat u dus al lang gelezen heeft inmiddels, ik ga het niet oplezen, werd hij dus heterdaad betrapt, terwijl hij luisterde. En dat is natuurlijk heel mooi, want dan heb je echt iets, dan heb je echt hard bewijs in handen van, hey, dat radiocodeberichtje, daar luisterde hij ook echt naar. Hij viel en opeens hoorde je dat. Je hoorde het gewoon uit de luidsprekers. Nou, heterdaad, dan dat krijg je niet. Hij is uiteindelijk uitgezonden. Zoals het al vaker gaat. Ze krijgen niet altijd. Soms krijgen ze een gevangenisstraf. Volgens mij had hij ook een beetje gevangenisstraf gekregen, maar niet echt heel veel. Dan, wat recenter, een koppel. Twee mensen. Hartstikke leuk stijl. Doen iets met de Amerikaanse federale overheid. Walter Kendall Myers. U ziet er ook zijn agent. Had een agentcodenaam en hij werkte bij de State Department sinds 1977. En zijn vrouw, Gwendolyn, die had twee namen. Waarom weet ik niet, zat hij er van twee namen. Hartstikke leuk, zal ongetwijfeld een hartstikke leuk stijl zijn, gearresteerd in 2009. Je ziet het, 1977,
En in 2009 zijn ze gearresteerd. Dat is, er zit een behoorlijk veel tijdverschil tussen. Dus het heeft heel lang geduurd voordat ze eindelijk gepakt zijn. Ik wil niet meteen zeggen dat hij sinds 1977 ook dat werk al die inlichtingactiviteiten voor dit werd gedaan voor Cuba. Voor de Cubaanse inlichtingendienst. Misschien dat hij wel eens op een zaterdagochtend of in ieder geval op een ochtend. En ik weet dat hij, ik heb ze zelf wel eens gehoord op vroeg in de ochtend. Dat je dan die Spaanse nummerstation hoort. Hè, die dan zo nu dan atención ertussen gooit. En dat komt uit Cuba. En dat was hun favoriete, een van hun favoriete radiozenders, zeg maar dan geheim. Hartstikke leuk stijl. Achter de baaien inmiddels. Een ander modern voorbeeld. Ana Belén Montes. Ze werkte ook bij de Amerikaanse overheid. Had dus voor de Defense Intelligence Agency. Dus die had ook, ook die persoon had dus toegang tot uiterst gevoelig en vertrouwelijk materiaal. En is... U zult ongetwijfeld haar niet van naam gehoord hebben. Ook dat ze is opgepakt niet. Want ja, het is een week bijna na 11 september gebeurd. Na 11 september is die vrouw opgepakt. Ja, toen zat iedereen nog te huilen en te snikken en te luisteren naar Benefietconcerten. Maar dit soort nieuws, dat wordt een beetje ondergesneeuwd. 25 jaar. Dit was een stukje bewijsmateriaal van de FBI, van het laboratorium. Ziet u hier weer, hè? Heel apart. Dit was dus haar conversietabel. Een van de tabellen die ik jullie liet zien was een tabel wat werd gegeven. Je hebt ook tabellen waarbij je alleen een codenaam hoeft te weten. En aan de hand van het codenaam kun je de rest van de matrix helemaal uitwerken. Daar zit een hele ingewikkelde formule achter, die ik al lang weer vergeten ben. Dus daar ga ik ook niet op in. Maar ik weet dat die wel eens een paar keer is voorgekomen. En ik weet dat de Poolse contra-inlichtingendienst hier ook wel eens tegenaan liep. Dus dan hoef je nog minder mee te nemen. Dan hoef je alleen nog maar codemateriaal mee te nemen. Want het tabelletje zelf, de tabel, die kun je zelf produceren. Het radiootje kun je zelf ergens halen. Alleen nog maar het codemateriaal heb je dan nog meer nodig. En dan nog iets dichter bij huis. Of iets dichter bij. En dat is het Russische netwerk. En die waren opgepakt in 2010. En deze mensen, was een heel netwerk van om en bij de 10 man. Die kwamen eigenlijk aan het licht niet zozeer vanwege inlichtingactiviteit. Dus niet vanwege nummerstation gerelateerde activiteiten, maar vanwege witwaspraktijken. Eerst was het een ordinair crimineel onderzoek. En daarna werd het opeens duidelijk van, hey, hier zit meer achter. Dit is niet alleen maar witwassen, dit is witwassen met een doel. Die geld, wat we net zagen bij die Erwin van Haarlem, die mensen moeten betaald worden, want die mensen maken misschien reisjes, die mensen maken ook allemaal onkosten. En ze moeten worden betaald voor dat andere werk, wat ze officieel niet doen. Een beëdigde verklaring van de FBI. We komen straks even aan op de pracht en praal van het Amerikaans rechtssysteem. Of in ieder geval hoe open dat is en hoe mooi dat dan wel niet is voor mij. Bewijsmateriaal, dit is dus gewoon een uitgetikt verslag van een FBI-agent die, om het even kort in de bocht te zeggen, naar een rechtbank stapt en zegt, rechtbank, wij hebben voldoende bewijs, last, om deze mensen op te pakken en te berechten. En wel hierom. En dan wordt er een heel verslag uitgetikt over wat ze allemaal zijn tegengekomen. En wie de persoon in kwestie is die dit verslag heeft geschreven. Is het iemand met ervaring? Is het een deskundig persoon? En wellicht ook nog met verwijzingen naar soortgelijke gevallen in het verleden. Want de FBI, die loopt al een tijdje mee. Dus die heeft dit soort dingen al eens eerder gezien. En dan kunnen ze zeggen van, hé, dit hebben wij al eens eerder gezien. En dat bleek ook, dat waren ook spionnen. Dus wij denken dat dit ook spionnen zijn. Heel mooi, hier werd dus geschreven. Het BVD-rapport wat ik jullie net liet zien, sprak over radiocodeberichten. En hier wordt dan over gesproken over radiograms. En wordt er een beetje verteld over wat er dan zoal is gehoord.
En dat het verdacht veel lijkt op morsecode, wat overigens ook zo is. En ook hier wordt weer gesproken over illegals. Nou, ook heel belangrijk. En goed, en op een gegeven moment heb je genoeg bewijslast en dan bestorm je zo'n woning of dan bestorm je een appartement. Zeg, oké, wij gaan nu deze mensen oppakken. Dat betekent dat je dan ook meteen de woning betreedt. Of je betreedt de woning al van tevoren omdat je afluisterapparatuur wil plaatsen. Want je wil meeluisteren wat er in het appartement gebeurt. Hè, want hij gaf hier ook aan. Even kijken. Oh, dat was niet goed. Even kijken of ik het hier even zie staan. Het was heel schokkend inderdaad, ja. Nou, hoe dan ook. In dit verslag wordt in ieder geval aangegeven dat hij... oh, hier staat het. Generally sound like the transmission of. Dus het klinkt als. Dat betekent dat ze verwijzen naar iets wat ze al gehoord hebben. He, dus ze luisteren mee wat er in het appartement gebeurt. En ja, hartstikke... Ze mogen erbij komen hoor. Nee, ze zijn niet geïnteresseerd. Nou, jammer. Dus ze luisteren mee. En dan vinden ze iets en dan bestormen ze die woning. Of dan betreden ze die woning. En dan zien ze opeens een klapblokje met cijfers erop. En dan denk ik, hé, wat is dat voor iets raars? En dan valt het allemaal opeens weer in dat plaatje van, hé, dit hebben we al eens eerder gezien. Codeberichten, kolommetjes met cijfertjes en dergelijke. Hé, dat is apart. Ja, maar als onderdeel van een groter verhaal. Hè? Ik denk dat je weinig mensen letterlijk heterdaad kan oppakken met alleen dit materiaal. Maar het is vaak een onderdeel van een groter verhaal. En dan is dit aanvullend. Maar wel interessant, omdat je het... Want hoeveel mensen luisteren wel niet naar radiocodeberichten? Nou, ik ken niet zo heel veel mensen die dat doen. Ja, als je een radioamateur bent, ja, dan kun je er misschien mee wegkomen. Wat recenter, een Duits koppel, 2011, Marburg, opgepakt. Over verdenking van spionage. En dit jaar in ons eigen kleine landje. Een 60-jarige ambtenaar, opgepakt. In verband met dit bovenstaande koppel. Want die deden met elkaar iets. Allemaal heel interessant. Maar ik ga niet op de details in, want het is allemaal hartstikke vers. En vaak moet je altijd een paar jaar even wachten. Want dan komt er veel meer informatie boven water. Dus daarom hou ik het gewoon even vaag. Ik had hier ook een naam kunnen plaatsen, maar dat doe ik gewoon liever niet. Had gekund. Ja, oh tuurlijk. Ja, nee, maar dat moet je zelf doen. Zelf op internet zoeken. Niemand had je tegen. Oké, dan mijn eigen onderzoek. Waar ik zelf mee bezig ben. Ik luister zelf eigenlijk amper naar nummerstations, hoe gek het ook klinkt. Ik heb een Sony SW7600. Is een leuk ding, maar ik vind een draaiknopje om af te stemmen prettiger werk, heb ik gemerkt. Maar goed, hij zag er leuk uit en ik had begrepen dat hij fantastische SSB-kwaliteit had. Ik denk, oké, nou, waarom ook niet? Ja, ongetwijfeld. Maar daarentegen ben ik helemaal verzoet op documenten. Want daar zitten juist heel veel dingen in die aantonen wat nummerstations nu werkelijk wel zijn en wat het nu niet is. Ja, want er is heel veel mythevorming over zogenaamde piraten. Of dat het voor drugskartels zijn. Nou, ik heb nog nooit enig vorm van bewijsmateriaal gezien, indirect of direct, dat ooit het geval is geweest. Piraten wel, maar dan hoor je al heel gauw dat het zo vreselijk amateuristisch in elkaar gezet is. En die houden het ook niet heel erg lang vol. Hè, de uitzendingen waar wij normaal nu over praten, die duren minimaal gewoon 10 jaar. Die lopen gewoon 10 jaar lang. Of langer. En zo'n piraat, nou, als hij het een maand volhoudt, nou, petje af. Maar dat gebeurt doorgaans niet. Dus daarmee kun je al heel gauw het kaf van het koren scheiden. Het eigen onderzoek. Nou, veel lezen. Vraag je misschien af, goh, waarom gaan we geen boeken? Zijn er dan geen boeken over? Ja en nee. Een interessant goed boek. CIA Incorporated. Vaak zijn dat dan van oud-CIA-medewerkers die dan in hun memoires wat schrijven over de dingen die ze in hun eigen
werkzaam verleden bij de CIA hebben meegemaakt. En ook hier komen we weer een andere term tegen, namelijk OWVL, One Way Voice Link. Dus een eenwegs stemverbinding. Het is geen dialoog, het is een monoloog. Een monoloog van de inlichtingendienst aan een agent in het veld. Een monoloog. En hier wordt dan gesproken over een spion met de naam Tuvalor. Er is nooit een naam bekend geworden in dat boek, wie dat dan is. Dus ik weet ook niet wie dat is, maar dat is iemand die dus ooit iets gedaan heeft voor de CIA in Vietnam. Dus hier zien we opeens weer een andere term, OWVL, One Way Voice Link. Nou, hebben we nog een ander boek, Spycraft. En wat je dan hier leest, dat zie je hier weer mooi wat verder uitgewerkt. Ook een leuk boek trouwens om te lezen. Dit is het dan ook. Dit is een beetje de hele tekst die gaat over nummerstations. De rest van het boek gaat over hele andere dingen. Gaat over spionagecamera's, over verborgen compartimenten in tassen of koffers waar dan valse identiteitspapieren worden mee vervoerd. Nog een boek die niet meer een publicatie is en die ik in het buitenland in een bibliotheek was tegengekomen. Dit beschrijft de West-Duitse, bij mij weten de BND, maar dat kan ook de CIA zijn. Voor zover ik het kan zien. Het staat hier over West-Duitsland, West-Berlijn. En ik weet dat de CIA ook in West-Duitsland dingen deed. Of ze ook in West-Berlijn wat deden, dat weet ik niet. Maar hier wordt in ieder geval weer heel erg aardig aangegeven over eenwegs agent. Agentenuitzending, agentenfunk. Is het agentenuitzending, als ik het goed, vertaal ik het dan zo goed? Agentenuitzending. Wat er dan allemaal voor nodig is, over de grens. En dan de tweede, tweewegsverkeer. Maar dat is heel uitzonderlijk. In minder dan 10% van de gevallen, van mensen die dit deden, van minder dan bijna 10%, deden ook dit. Konden ook terugzenden. Want dan had je een zender nodig. Ik weet niet of je nog wel eens de verhalen heeft gehoord of foto's heeft gezien van die oude zenders uit de Tweede Wereldoorlog. Dat zijn koffers. Daar wil je niet dood mee gevonden worden. Levert ook niet, nee. Maar dat is heel gevaarlijk. Wel werden zenders uiteraard steeds kleiner en kleiner. Op een gegeven moment had je microchips en dergelijke. En dat maakt de dingen al een heel stuk makkelijker. Maar het is wel heel erg verdacht. En het is weer een apparaat wat je moet smokkelen. Want ja, ga maar eens. Stel dat dit de Berlijnse muur is. Of een of andere checkpoint. Nou, ja, wordt lastig. Maar het kan. Maar het wordt lastig. Het neemt dan weer meer materiaal. Het neemt meer ruimte in beslag. Kijk, zo'n papiertje, zo'n codemateriaal, dat valt veel minder op. Heel oud boek, 1969. Niet langer geheim. Heb ik gevonden in Tsjechië overigens. In Nederland ben ik het nergens tegengekomen. Ik heb meteen, toen ik zei, meteen gekopieerd. Dan denk ik, dat moet ik bewaren. Hartstikke belangrijk. Maar, dus dit zijn heel weinig tekst. Dus ik haal, dus eigenlijk loop ik dan tegen een probleem aan. Met simpelweg boeken lezen, kom je er niet. Want dat is veel te weinig. Je zet van die kleine linia's. Daar staat veel te weinig informatie en daar kom je gewoon helemaal niet aan toe. Dus dat is heel weinig informatie. En het is ook nog hartstikke gefragmenteerd. Want je moet echt soms 16, 17 boeken doorlezen. En heel vaak als je er 10 gelezen hebt, dan kun je de rest, dan kun je de andere 7 ook wel een beetje voorspellen. Ze beginnen dan een beetje voorspelbare inhoud te krijgen. Dus het is ook nog heel erg gefragmenteerd. Er is niet één boek wat iets beschrijft over nummerstations. Die zijn er simpelweg niet op dit moment. Die waren er wel. Van een auteur, Simon Mason, een Brit. En zijn boek komt uit 1991. Ander punt is, die boeken zijn vaak zo gedateerd. Wat ik net ook liet zien met dit boek. Dit boek kan ik niet meer kopen. Hooguit tweedehands. Dit boek is niet meer nieuw te koop. Dus het is heel lastig ook soms omdat boeken gewoon gedateerd zijn. Dat ze gewoon niet meer in publicaties zijn. Dan moet ik maar. Soms heb ik een toevalstreffer. Dan stap ik in een oude boekhandel. En dan zie ik opeens een boek. En denk ik, dan koop ik het meteen. Maar ja, dat is ook een toevalstreffer uiteraard.
En het is gedateerd. En dat gedateerd, dat staat op twee dingen. Niet alleen vanwege het feit dat het dus zo oud is dat het niet meer een publicatie is. Maar het is ook zo oud dat het niet meer bepaalde feitelijke informatie bevat. Waar je nu wel toegang tot hebt. Dus, in 1989 en 1991, voor sommigen een pijnlijke periode. Ik heb wel eens Oost-Duitsers gesproken. Beetje pijnlijke periode. Ik probeer altijd maar het onderwerp van de Verenigde Staten te vermijden. Want dan schijnt een beetje een onplezierig onderwerp te zijn voor sommige Oost-Duitsers. En vooral omdat ze dan meteen beginnen te zeuren over oorlog en over imperialisme. Ik denk, nou, kom. Die soep wordt wel wat lauwer gegeten. Maar met die val van de Berlijnse muur viel dus ook die Oost-Duitse regering weg. Maar daarmee ook de macht om dat vertrouwelijk materiaal wat ze hebben gecreëerd vertrouwelijk te houden. Ja, dus je had heel veel burgers die Stasi-gebouwen bezet hielden en andere gebouwen bezet hielden, omdat Stasi-officieren, Stasi-medewerkers, tussen dit moment en 91 heel veel materiaal verscheurden, in de grond begraafden. Of in de fik staken, gewoon massaal verbranden, als het maar vernietigd was. Als het maar niet in handen kon komen van burgers. Diezelfde burgers, waar doorgaans diezelfde documenten waarschijnlijk over gaan. Doorgaans. Maar 1989 was dus niet iets wat alleen maar eigenlijk plaatsvond in Duitsland. Met daarna de vereniging van Duitsland. Maar in heel veel andere landen waar men opeens afstand nam van het communistische regime. En daarmee dus ook van al die informatie die in die periode, en soms ook van daarvoor, van in de Tweede Wereldoorlog, dat die vertrouwelijkheid vervalt. Dus die documenten worden opeens doorzichtelijk. Kun je opeens gewoon doorzien, kun je inzien, kun je opzoeken, kun je opvragen. En men heeft in Berlijn onder andere, waar zijn ook andere plaatsen in bijvoorbeeld Duitsland, heeft men gewoon een archief opgesteld. Waarin dus Stasi-documentatie gewoon op te vragen is. Hè. Dus stel als je bijvoorbeeld wil weten of je zelf ooit onderwerp bent geweest van een onderzoek bij de Stasi, kun je dat zelf opzoeken. Hè, dat is heel pijnlijk lijkt me dat als je je eigen dossier gaat inzien. He, maar dat gebeurt dus wel. Nou, uiteraard valt Londen daar niet om, want die is natuurlijk nooit communistisch geweest, voor de duidelijkheid. Maar al die andere landjes, dus dat is interessant. Dus ik ben nu heel erg hiermee bezig. Met Tsjechië. Dat was in dit jaar heb ik even heel weinig gedaan. Volgend jaar wil ik het weer op gaan pakken. Een ander mooi ding overigens. Dit is van een Duitse verzamelaar. Die ik dus tegen het lijf was gelopen. En het interessante is dat niet alleen wat ik net zei over de vernietiging van documenten van de Stasi, dat gold niet alleen voor documenten, maar dat gold ook voor apparatuur. Dus dit apparaat werd door burgers aangetroffen, niet als één apparaat, maar als een voeding, als een paar printplaten en een metalen behuizing. En elders ook nog een handleiding. En later werd dat opeens weer bij elkaar gezet. Van, oh, dat is één werkend apparaat. Dit is één apparaat geweest. En dit is dus ook, voor de mensen die het niet herkennen, is ook dan de stemgenerator van die door de Stasi werd gebruikt. Dus voor mensen die een vrouwelijke stem ooit in het Duits hebben gehoord, is de kans erg groot dat het van deze machine kwam. En u ziet het, een ponskaart. Met deze ponskaart wordt een heel bericht in het geheugen geladen van deze machine. Je kan het ook nog handmatig invoeren. Als ik het goed zeg, gold het in ieder geval voor Oost-Duitsland. Voor Oost-Duitsland was het zo dat het departement wat dit maakte, het codebericht, een ander departement was dan
die het bericht uitzond. Dat waren twee aparte onderdelen. Dus een onderdeel dat maakte het bericht, dat deed dus de versleuteling en ook de ontsleuteling. En je had dus een onderdeel wat alleen maar dingen uitzond. Alleen maar het radiopark of de zender bediende. En zorgen dat het gewoon in de lucht bleef en ook gewoon goed werkte. Iets soortgelijks van een document van het Poolse ministerie. Communicatieplan. Hier praat je dan over een communicatieplan in dit geval. En hij had er weer bij over hoeveel meter, de metertjes. En op wat voor momenten. Contra-inlichtingen, hè, wat ik net al aangaf. Nou, het mooie is dus dat je dus opeens na die val van die Berlijnse muur, opeens een zee van informatie opeens beschikbaar komt. Waar je dan weer helemaal doorheen moet worstelen. En dit vinden wij een interessant onderwerp, nummerstations, maar voor de meeste mensen is het eigenlijk niet zo heel erg spannend. Want het is heel technisch. En wat ik u aan het begin al zei, voor de meeste mensen is technisch heel eng. Tenzij het fotocamera's zijn of andere stoer of cool uitziende apparaatjes. Maar als het niet stoer of cool eruit ziet, is het niet interessant voor de meeste mensen. Dit is een document van de Stasi, 19, als ik het zo goed lees, 86. Het staat hier, 86 MFS, Ministerium voor Staatssicherheid. En 86. En dit document is opeens beschikbaar, kun je opeens dingen gaan doorlezen. En dan worden opeens heel veel dingen duidelijk. En opeens zie je opeens een soort handleiding voor operatief technische middelen. Dat gaat hierover. Dit is dus een operatief technisch middel. Van de HVA, dat is de Aufklärung. Buitenlandse inlichtingen, om het even heel simpel te zeggen. En hier, ik zei net al, in het BVD-rapport werd er gesproken over een radiocodebericht. Bij de CIA wordt er gesproken over een one-way voice link. En de Oost-Duitsers, die spreken over Welle Eins. Eenwegsverkeer. En hier wordt dan ook redelijk uitgelegd over hoe dat dan ongeveer behoort te gaan. En hier hebben we tweewegsverkeer, Welle Zwei. En dit is prachtig, want nu heb je gewoon echt zwart op wit dat het dus inderdaad van deze inlichtingendienst kwam. En dat meerdere inlichtingendiensten dus dit soort activiteiten ontplooiden en ontplooien. Erg interessant. Even kijken of ik hier... Oké. Moet ik even teruggaan. Hier zie je een... hier wordt gesproken over de spraakmorsengenerator. Dat is dus de officiële naam voor dat apparaat wat ik jullie net liet zien. De benaming van dat apparaat zoals die werd gebruikt door de Oost-Duitse overheid. Hier wordt aangegeven dat het voor de internationale samenwerking, hopelijk spreek ik nou zo goed, Sovjet-Unie, ja. Want de Oost-Duitsers, die maakten niet alleen voor zichzelf dingen, die maakten ook voor andere landen dingen, want die Duitsers die zijn heel goed hoor, met hun techniek. Vergeet dat niet. En dat wisten die Russen ook. En die Cubanen wisten dat ook, want ze maakten dingen voor Rusland. Voor de Sovjet-Unie. Geen Rusland, sorry. Even voor de goede orde. Sovjet-Unie. En voor Cuba. En ze hadden ergens 15 of 12, zie ik hier staan, nodig. Dit was een soort inventarisatie, als het goed is. Hier zien we nog een soort simpele diagram van het interne circuit van diezelfde spraakmorsengenerator. En dit is een heel simpel diagrammetje. Wat overigens belangrijk is, ik denk dat ik heb hem dus hier niet in staan. Wat heel grappig is, er is een document, dat heet, of het is een document, maar het is zo vreselijk veel. Het zijn eigenlijk meerdere documenten, maar het wordt als één document beschouwd. En het heet Strategie 2000. En dat is al 1989 en is een projectie van de komende 10 jaar. Niet wetende dat ze datzelfde jaar eigenlijk al einde oefening was voor hun. In dat document werd een inventarisatie gemaakt van hoeveel apparaten
de komende 10 jaar nodig waren voor bepaalde landen. In dit geval dan Sovjet-Unie. Dat waren er dus 15 en 12. Daar komt dus deze inventarisatie. Dit is een inventarisatie. Voor onder andere dit apparaat. Er waren er meerdere voor andere technische foefjes en apparaten. Het is hartstikke interessant om dat dan zo even zo terug te lezen. Maar waar we nu eigenlijk over praten is. Bieden we wel even kort de naam, of in ieder geval de term strategie vallen. Maar waar we het eigenlijk nu de hele tijd over hebben is communicatie. En communicatie om iets te bewerkstelligen. En om het nog abstracter te maken, hebben we het eigenlijk alleen maar over logistiek. Het vervoeren van een bericht op een zo veilig mogelijke manier, op een zo makkelijk mogelijke manier voor de ontvanger. En ook, ook zo dusdanig veilig dat dus niet anderen die meeluisteren dat soort berichten kunnen ontcijferen. En die dan weer berichten bevatten of de inhoud bevatten die aangeven van wat iemand moet doen. Leg contact met die persoon. Of, of haal je geld op. Hè? Want dat kan ook dat een bericht aangeeft van op locatie A heb je je nieuwe salaris voor de komende 2 maanden binnen. En dan kun je daar je geld ophalen. Dus wat belangrijk is, en u zult misschien ooit wel eens een keer zijn tegengekomen in menig bedrijf of organisatie, iedereen heeft een mond vol van het woord strategie. We gaan een strategie verzinnen, we gaan een strategie bedenken en uitvoeren. En het is geweldig en prachtig. En als we onze strategie hebben, dan is het. Dan zijn we er helemaal. Dan is het gewoon helemaal prachtig. Wat eigenlijk belangrijker is, is dat strategie eigenlijk helemaal niks voorstelt. Strategie is helemaal niks. Een strategie leunt, in ieder geval in deze context, maar dat kom je eigenlijk in meerdere situaties tegen, op logistiek. In dit geval, ik wil aan iemand mijn berichten doorgeven, zo veilig, zo goed mogelijk. En ik wil dat die andere persoon, zo veilig en zo goed mogelijk, zijn berichten, zijn documenten, zijn gemaakte foto's aan mij doorgeeft. Dus een informatiestroom die wederzijds is. En geldstroom, zoals we net al 2 keer hebben gezien. Hè, er is ook geld. Dus het gaat heel erg over logistiek. Het vervoeren van, het verplaatsen van dingen. Informatie, materiaal, geld. Dus logistiek is extreem belangrijk. En strategie. Ik weet niet of jullie wel eens managers hebben gehoord die dan verwijzen naar Sun Tzu en The Art of War of andere boeken. Ik haal het maar een beetje mijn schouders erover op, want strategie doet er niet toe, maar logistiek en eigenlijk dus tactiek, dus de invulling van wat je doet, wat wil je doen, nou, hoe ga je dat dan doen, dat is belangrijk. Strategie is wat dat betreft heel erg abstract en daar kun je eigenlijk alle kanten mee op. En techniek doet er dus toe. Techniek is echt zo'n beetje, zeker in de westerse wereld, het smeermiddel voor wat betreft inlichtingen, activiteiten. En ook voor buitenlandse inlichtingen, activiteiten. Want als u denkt dat bijvoorbeeld, laat ik geen namen noemen, maar niet-westerse inlichtingen, buitenlandse inlichtingen, organisaties geïnteresseerd zijn in de Universiteit van Amsterdam, boven dat van Delft, dan ziet u ernaast. Het zijn voornamelijk technische universiteiten. Ik zou zeggen, lees gewoon eens een keer op internet een AIVD-verslag, hè, onze Nederlandse inlichtingendienst. Er wordt heel vaak gewezen op dat buitenlandse inlichtingenactiviteiten, voor wat betreft de academische wereld, sec gericht zijn op technische universiteiten. Want dat is waar het lekkers als het ware zit. Niemand is geïnteresseerd in een nieuwe methodiek voor psychotherapie. Daar zijn ze in China of in Rusland, neem ik aan. Dat kunnen ze zelf denk ik ook heel goed. Maar een nieuw chipontwerp of een nieuwe efficiënte manier van een bepaald proces, een technisch proces bijvoorbeeld, dat is heel interessant. En zeker interessant als het later verdwijnt in straaljagers of radarsystemen. Denk ik, dan wordt het opeens heel interessant. En dat gebeurt allemaal bij die technische universiteiten. Delft, Eindhoven,
Twente, was het Twente? Ja, Twente, dat is de andere, ja. Dat zijn de interessante universiteiten. Dat is waar het gebeurt. Amsterdam, ja, kan ook. Maar daar gebeurde niet. Een plaatje. Ze zeggen wel eens, een foto zegt meer dan 1000 woorden. Nou, ik kan al aardig veel woorden aan vuil maken. Maar dit zegt inderdaad wel één ding wel heel erg duidelijk. En dat is dat... is China in een zekere zin echt kapitalistisch? Dat wordt heel vaak altijd aangegeven. Ja, het is heel kapitalistisch. We hebben er niks aan te vrezen. De Koude Oorlog is over. De Koude Oorlog is voorbij. We hoeven ons niet meer bang te maken over spionagepraktijken en spionnen. Wat een onzin. Dat is lang voorbij. Maar als je dan kijkt naar hoe Rusland zich opstelt en gedraagt en hoe China zich opstelt en gedraagt, hè, dan is dat kapitalistisch tussen aanhalingstekens. Het is ook kapitalistisch. Het is een soort staatskapitalisme. En ik vond deze foto's, zag ik eigenlijk, oh, nou, dit is wel heel erg duidelijk. Hè, ik bedoel, duidelijker dan dat kun je het zo wat haast niet krijgen. En ja, we hebben dan 1989, Vaclav Jelinek. We hebben 2001, Annabelle Montes. We hebben 2009 met Gwendolyn Myers. En hadden we ook nog 2010 in Duitsland en 2012 in ons eigen land. Dus is het dan echt voorbij? Nee, tuurlijk niet. Het is iets wat altijd en constant plaatsvindt. De hele dag door over de hele wereld. In elk land, dat zal ik niet zeggen. Maar het is niet iets wat sinds de Koude Oorlog voorbij is, dat dit dan ook voorbij is. Ik zeg wel eens tegen Intimi, de Koude Oorlog is niet voorbij, maar is eigenlijk veranderd. Hè, want de tegenstellingen zijn er eigenlijk nog steeds. Alleen ze zijn niet meer ideologisch, maar ze zijn meer in zekere zin nationalistisch, maar ook vaak heel erg economisch. En als je bijvoorbeeld kijkt naar een stuk wetgeving die, ik zeg het even uit mijn hoofd, Jeltsin doorheen heeft gejast, Boris Jeltsin. Hij lachte heel erg leuk bij, hoe heet die andere knakker nou, met Bill Clinton. Hè, deed het hartstikke goed op de tv, leuke, komische, goede momenten. Maar hij heeft wel een stuk wetgeving er doorheen aangenomen, waarin dat gewoon letterlijk staat, je kunt het opzoeken als u wilt op internet, wat de taken zijn van de Russische buitenlandse inlichtingendienst. En daar valt onder andere onder politieke informatie. Nou, oké, dat is wel een beetje belangrijk, want als er chaos uitbreekt, dan willen andere landen dat wel graag even van tevoren een beetje kunnen aanvoelen. Maar ook technisch-wetenschappelijke informatie en economische informatie. Dat staat allemaal in een... En informatie is overigens dus inlichting, hè? Laat het even duidelijk zijn. Dus het is niet van, goh, ik heb een handleiding gevonden over een nieuwe tv. Dat is simpelweg dus ordinaire inlichtingen, ordinaire vertrouwelijke informatie van binnen een bedrijf, binnen een onderzoeksorganisatie of binnen een overheid. En we hebben het een paar zaken gehad, maar die paar zaken waren echt maar heel erg weinig. Want er is zo vreselijk veel meer over te vertellen. Het is eigenlijk maar een topje van de spreekwoordelijke ijsberg, of de figuurlijke ijsberg. En mijn fascinatie dus met dit onderwerp is dus dat dit eigenlijk een wereld is die heel ver weg is. Hè. Ik denk dat, als ik even voor de meesten hier kan spreken, is inlichting iets wat je voornamelijk meekrijgt van de tv en de radio. En misschien lees je er eens een keer iets over in de krant. En voornamelijk van films. Zoals James Bond, die nu draait. Dat creëert heel veel mythevorming over wat dat dan inhoudt. Dat soort inlichtingactiviteiten, dat soort spionagepraktijken. En het mooie vind ik aan deze activiteit, deze nummerstations, is simpelweg dat aan de ene kant is het heel ver weg. Het speelt zich af in een wereld waar ik in ieder geval niks mee te maken heb. Hopelijk jullie ook niet. Maar het is ook heel dichtbij. Dus het enige van de inlichtingenwereld wat je echt meekrijgt, direct, van de bron. Niet uit een boek, niet uit een documentaire of van de tv. En je doet je radio aan
En als je lang genoeg luistert of lang genoeg zoekt, dan vind je het. En dan kun je er, zelf naar luisteren. Dat is hartstikke mooi. Nee, ik ga weer terug. Maar dan kan ik nog even één ding aan te geven over mijn eigen onderzoek. Dus een probleem is niet alleen dat ik... dat er dus vrijwel geen gevestigde literatuur is over dit onderwerp. Het zijn hooguit een alinea, twee alinea's over een onderwerp. En dan heb je het ook zo'n beetje gehad. Dan heb je heel veel vertrouwelijke documenten. In Duitsland zijn er gewoon heel veel Duitsers hiermee bezig. Maar zodra je naar buiten gaat, dan wordt het opeens veel minder. En wat ik net ook al een paar keer liet zien, is het gebruik van verschillende woorden voor eigenlijk één en hetzelfde. En dat maakt het wel heel erg lastig. Dus ik gaf aan dat ik ook in Tsjechië dan wel eens ben, of in ieder geval ben geweest. En daar was ik bij een conferentie. En daar sprak iemand over dit onderwerp. En na afloop van die lezing zei ik tegen die man, wat geweldig, wat leuk. U spreekt over nummerstations, wat geweldig. En die man vroeg aan mij van, ja, wat zijn nummerstations?